poortjes liggen daar heel lelijk. Maakt niet uit. Dat... Hoi en super tof dat je kijkt naar de tweede aflevering van Beeldbrengers on Air. Vandaag hebben we weer super veel voor jullie in petto. We hebben onder andere heel veel corona-vlogs van super veel beeldbrengers. We hebben super leuke interviews met echt toffe gasten. En we gaan kijken naar echt super toffe video's van hele speciale mensen. Vandaag is mijn sidekick Jordi. Aangenaam. We gaan gelijk door naar de eerste corona-vlog van Chiara. Ja? Oh, we moeten gewoon doorgaan. Jordi, hoi. Heb je er een beetje zin in vandaag, of niet? Ja, absoluut. Ja? Ja? Ik kijk even naar de productie. Of het, allemaal, het gaat niet allemaal helemaal goed, maar dat maakt allemaal niet uit vandaag. Nieuwe rijtjes, ja, precies. Daarom. Gaat allemaal af en toe iets stroever. Ja, gaan we kijken? Yes. Helemaal goed. Hey, Kisha hier. Ben ik weer. Ja, ik ben buiten. Nee, ik ben niet zomaar voor niks buiten. Ik ga even een paar flesjes terugbrengen. En ik ga, jullie hebben gezien bij mijn vorige vlog dat ik van mijn ouders naar Nijmegen weer kwam. En nu ben ik spullen onderweg naar de winkel om spullen te stekken. Om mee te nemen met mijn ouders. Overlevingsspullen zoals shampoo en dat soort dingen. Want hier zijn de winkels nog open. Dus ik dacht, ik ga even snel kijken. Het is wel heel rustig buiten. Zo. Recycle check. En nu ga ik even naar de kruidvat. Ik zie nog dat ze open zijn. Oh, zo grappig om te zien, man. Dit is echt zo'n goede vriend van mij. We kennen elkaar al meer dan 8 jaar, 10 jaar, als het niet langer is. Ja. Dus hij woont ook bij mij in de wijk. En we zijn nu even buiten. We hebben net een beetje gesproken over wat vind jij van die hele corona gedoe. En ja, we zijn er wel over eens van, hè? Dat het niet helemaal, weet je wel, in orde is. Maar ja, ik ben wel blij om een beetje vrienden te zien. Want ik ben bij mijn ouders geweest. Ik spreek ze wel via app en zo, weet je wel. En ja, mijn boy komt er af en toe langs, maar dat was het ook wel een beetje. Dus bij familie ga ik morgen heen, wel gezellig. En deze maatje van mij, jongen, lang niet zien, jongen. En dan kom ik hem in een keer tegen. Ik ben niet bij de kruidvat. Ik ga even kleine spulletjes halen en zo. Ik ben er gewoon blij dat ze open is. Iedereen moet in het begin een mandje meenemen. En volgens mij moet je een hele ronde, want je kan niet zomaar de hoekjes meer om. Je moet echt zo'n hele routine volgen hoe je moet lopen. Dat is ook nieuw. Wow, deze is ook gesloten. Kijk dan. Ik kan hier niet langs. Letterlijk, hoe de fuck moet ik lopen? Ik ga gewoon hier doorheen. Bekijk het maar. Hier kom ik voor. Shampoos. Maar ik moet wel mijn lievelingste hebben. En die zit meestal aan deze kant. Laat me even kijken. Oh. Zo. Hier kom ik voor. Even kijken of ze een aanbieding zijn. Nee, maar maakt niet uit. Ik ga het toch wel halen. Dit zijn de lekkerste geurtjes van Nijmegen. Van Douchel bedoel ik. En nu ga ik even naar de visboer. Ik ben blij dat er nog een paar van die winkeltjes open zijn. Ik weet niet of je het kan zien. Want ik heb zin in garnaaltjes. Oh kijk, ze zijn gewoon open. Wat fijn. Kijk eens jongens. Dit is echt wel een plek waar ik heel vaak kom eten en zo. Verse maaltijden. Om mee te nemen. Dit keer normaal kan ik gewoon hier zitten. Ik ben nu bij de Aldi. En hier geven ze jou gewoon super netjes gewoon een karretje bij de ingang. Dus hoef je ook niet veel te betalen. Voor de mensen thuis, er is nog genoeg water voor iedereen. Dus stress niet. Wat ga ik hier halen? Aangezien je toch niks kan doen. Ik kan niet shoppen. Ik kan niet dingen, spullen gaan kopen. Dan ga ik mijn geld lekker uitgeven aan
dingen die ik wel lekker vind om te halen. Nogmaals mensen, er is genoeg te drinken. Er is genoeg brood. Dus hamsteren is nergens voor nodig. Stay on tune voor mijn volgende vlogs. En dan zal ik weer laten zien wat ik allemaal heb gedaan. Yes, dankjewel Kisha. Jordi, welkom. Yes, dankjewel. Hoe gaat-ie met je? Ja, gaat helemaal prima. Met jou? Rustig, heel rustig. Ik heb vrij weinig te doen deze dagen, dus het is erg rustig. Dat snap ik. Ja, hoe kom jij dan? Ik heb er last van, dus... Ja, hoe kom jij deze tijd door dan? Vertel het me dan eens. Ja, zoals ik al zeg eigenlijk, ik verveel me eigenlijk helemaal dood. Maar ja, mijn leven is deze periode flink gebaseerd op Netflix en rondjes rijden in de auto. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar... Ja, rondje rijden in de auto zit er nog niet voor mij in. Ik heb nog geen rijbewijs, maar ja, mijn bed is eigenlijk mijn beste vriend geworden op het moment. Ja, dus met Netflix en YouTube en wat je allemaal wel niet hebt. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met werk bij jou? Werk je nog? Of? Ja, 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 ik heb dan wel weer het geluk dat ik inderdaad wel gewoon kan werken nog. En nou ja, ik ga zelf niet meer naar school, dus ik werk gewoon 40-urige werkweek. Ja, dat houdt mij wel een beetje op de benen eigenlijk. Wel mooi in te vullen natuurlijk in de week. Ja, zeker, zeker. Ja, 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 absoluut. Ja, snap ik. Ja, ik persoonlijk werk in de horeca, dus ik heb op het moment sowieso geen baan. En dat is heel jammer, want dat is ook geen inkomen natuurlijk. Ik denk dat meer mensen daar last van hebben natuurlijk. Vooral als je niet doorbetaalt. Maar ja, het zij zo, hè. Het is wat het is. Ja. Dus we kunnen er niks meer aan doen. Maar ik denk dat we gelijk gaan overschakelen. Ik heb hier een hele mooie afstandsbediening. Die gaan jullie vaker zien vanavond. Daarmee ga ik live overschakelen naar Teun. Die is de organisator van het mooiste filmfestival van heel Nijmegen. En ik ga gelijk erop klikken. Even kijken. Zo. En dan heb ik mooie oortjes. En die ga ik ook gelijk in doen. Even kijken. Zijn we al live met Teun? Kijk. Hallo Teun. Ik hoor jou niet. Ja, ja, ja. Kijk, kijk. Nu hoor ik je. Yes. Hoi Teun. Oh. Hoe gaat ie met je? Ja, de bank viel bijna, ja. Hoe gaat ie met je? Ja, ja. Ja? Maar kun je me uitleggen wat precies Go Short is? Go Short is een filmfestival met alleen maar korte films. In deze het enige festival in Nederland dat zich ook exclusief op korte films richt. En het had plaatsgevonden afgelopen weekend. En helaas ben ik ook niet zo mogen zijn. Ja, helaas. Ja. En tijdens het festival kan je zo'n 340 korte films zien in allerlei verschillende soorten programma's. En dan moet ik denken tussen de 5 en 10 minuten, of toch echt wel langer? En korter. En korter zelfs? Ja, ja, je hebt films vanaf misschien wel een minuut tot 30 minuten maximaal. Maar wat deed jij dan in het hele geheel zeg maar, van het festival? Was jij de organisator, was je de baas of wat deed jij precies? Ik was een van de programmeurs. Mm-hmm. Dus oké, okay, oké. Okay. En wat vind je er nou zelf van dat het is afgelast? Ja, het is een enorme teleurstelling natuurlijk. Wat ik net al zei, je lijkt er een jaar naartoe. En dan hoor je 3 weken voor het festival eigenlijk had moeten beginnen dat we moeten annuleren. En super jammer. Een enorme teleurstelling. Aan de andere kant ja, zie je ook dat het is nu zo. Het is een situatie waar je niet zoveel aan doet. En het is veel groter dan dit festival natuurlijk. Het is veel groter dan dit. En daar moeten we allemaal mee omzien te gaan. Ja, snap ik. Maar ja, het is wel iets waar je een jaar naartoe werkt. En dat is heel jammer. Ja, waar heb je dan bijvoorbeeld ook het meeste op verheugd bij het festival? Is er iets speciaals? Misschien een film of een klein iets waar je echt heel erg op verheugd hebt? Algemeen gezien... Als programmeur kijk ik er het meeste naar uit om films te tonen aan mensen. En om in de zaal de films die ik heb gekozen. Mm-hmm. In wezen ben ik een bemiddelaar tussen het enorme aanbod van films dat er is en de kijker. En ik mag bepalen
samen met mijn collega's, welke films wij graag willen laten zien. Ja. En dat is onze belangrijkste taak. En ik had gewoon heel graag in die zaal willen staan en mensen blij gemaakt met bepaalde films, of mensen geraakt, of mensen iets bijgebracht, dat. Daarnaast hadden we ook nog, en dat is misschien wel leuk om nu te vertellen, we hadden ook een leuk project met de jongere jury. Dat was dit jaar voor de eerste keer dat we zouden doen. Een groepje van 5 jongeren die een deel van het programma gingen kijken. En zij zouden ook een winnaar bepalen. En dat gaat dus helaas niet door dit jaar. Dat is heel jammer. Ja. Ja. En voelt dan ook, zeg maar, dat al het werk wat je hebt gedaan, voelt dat nu ook een soort van voor niks of niet? Ja en nee. We hadden graag het festival willen maken. En dat ook de afgelopen weekend had plaatsgevonden. En dat gaat niet door. En dat is deels voor niets. Maar we gaan nog steeds iets doen met de films die we hebben gekozen. Daar gaan we het zo denk ik over hebben. En het werk wat je erin hebt gestopt, dat betaalt zich natuurlijk ook uit. Omdat die films wel nog steeds wel aandacht krijgen. Ook al is het dan straks online, waar we het zo nog over gaan hebben. Of via andere kanalen. Dus het is deels voor niets, maar ik zie ook nog wel wat er terugkomt van wat we wel hebben gedaan. Ja, ja, jullie gaan dus een soort van alternatief doen van het festival, zodat je het waarschijnlijk online kan kijken. Maar hebben jullie, maar zeg maar de mensen die voor een kaartje hebben gekocht, hoe gaat dat nu verder? Krijgen die een kaartje voor volgend jaar of krijgen die gewoon hun geld terug? Ja, dat was nog een heel gedoe, want je verwacht misschien dat het heel makkelijk is. Gewoon mensen kopen een kaartje en daar kan je vervolgens iets mee doen. Maar dan moest een hele structuur aangelegd worden. Dat is er natuurlijk wel, want je kan op zich je kaartje terugkrijgen. Maar als het op zo'n grote schaal gebeurt. Maar we hebben er nu voor gekozen dat mensen gewoon het kaartje wat ze al hadden gekocht terug kunnen krijgen. En dat ze dan volgend jaar weer een nieuw kaartje kunnen kopen. Ja, ja. Dat was voor nu de makkelijkste variant. Ja, ja, oké. Okay. En zijn jullie dan bijvoorbeeld nu ook alweer bezig met het festival van volgend jaar? Zijn jullie daar nu alweer hard mee in de weer of valt dat mee? In de marges wel, maar we zijn nu vooral heel druk met wat we dus volgende week gaan starten. En dat is een online omgeving van het festival. Maar stiekem zijn we natuurlijk nu ook al wel weer een beetje aan het kijken naar wat we volgend jaar willen. En hoe we, wat voor nieuwe dingen er kunnen ontstaan door de situatie die er nu is. Hoe we daar volgend jaar wellicht op in kunnen spelen, hoe we mee kunnen gaan met nieuwe trends binnen de festivals. Dus daar zijn we zeker ook al wel mee bezig. Ja, ja. Ik denk ook wel dat het natuurlijk volgend jaar dan misschien iets meer aandacht ook wordt besteed aan dat het jaar daarvoor helaas niet is doorgegaan. Ik denk dat zou kunnen. Ja, ja, precies. Ja, bepaalde dingen, bijvoorbeeld zo'n jongere jury, die dat wil ik gewoon weer doorzetten. En dan zijn het misschien dezelfde jongeren of weer nieuwe jongeren, maar er zijn heel veel projecten bij zo'n festival die op een of andere manier wel weer vorm moeten krijgen en die we wel weer moeten doen, zeker. Ja, ja. Oké, okay, top. Dankjewel. We gaan nu volgens mij gelijk kijken naar een clip van het Go Short Festival. En dat gaat nu gefixt worden. Oh, Jordi, ben ik weer. Je hebt geen microfoon, ofwel... Yes. Kijk, daar ben je weer. Hoppa, yes. Helemaal weer fresh. Wat vond jij ervan, van het interview? Vond je het leuk? Ja, ik vond het wel interessant inderdaad. Ja. Ik was er zelf niet heel bekend mee. Maar... Nee, ik moet je ook zeggen, hiervoor heb ik er ook niet zo heel veel over gehoord. Ik heb wel natuurlijk over verschillende soorten filmfestivals gehoord over heel Nederland. Maar eigenlijk wist ik niet eens dat er eentje in Nijmegen was. Dus het is wel goed om in mijn hoofd te houden voor volgend jaar natuurlijk. Want dit jaar gaat het niet door. Ja, zoals je ziet, het treft iedereen. Ook het coronavirus. Ja. Evenementen, bedrijven zoals de horeca. Precies, dus, ja. Ja. Het is allemaal gewoon heel jammer. Ja, absoluut. Het is gewoon echt heel jammer. Rare tijden. Precies. Nou, in ieder geval, we gaan nu kijken naar een trailer van het Go Short Festival.
Dus dat is ook maar een paar seconden waarschijnlijk. Eigenlijk het volgende item waar we het over gaan hebben is het jeugdteam van NSC. We gaan iemand interviewen die eigenlijk ik wel heel leuk vind, want het is namelijk een naamgenootje van mij. Hij heet ook Gijs. Goed. En zullen we daar nu anders gelijk naar over gaan schakelen? Of is dat nog niet mogelijk? Dan praten we nog even lekker door. voetbal, hou je ervan? Ik hou zeker van voetbal. Ja? Ik ben geen NSC'er, maar ik hou wel van voetbal. Je bent geen NSC, daar ben je nu eigenlijk wel een beetje op slecht terrein. Ja. Mag ik dan vragen, voor welke voetbalclub ben je dan? Het is nog redelijk, ik ben niet van Vitesse, ik ben van PSV. Dus, dat is volgens mij voor heel veel mensen al gelijk een opluchting. Dat denk ik wel. Ja, dat Vitesse denk dan ik wel. Ja. Werd je hier bijna uitgegooid, zeg ja, als je het verkeerd tegenkwam. Maar voetbal je zelf ook? Of heb je vroeger gevoetbald? Nee, ik heb vroeger wel gevoetbald inderdaad. Dat was bij SCH, dat is wel in Nijmegen. Ja, ja. Dat was ook bij mij in de buurt. Dat was 5 minuten van mijn huis of een fiets. Ja, precies. Verder heb ik ook nog wel eens een keer de jeugd getraind. Mm-hmm. Dus daar houdt het toch bij mij wel een beetje op met voetbal eigenlijk. Yes. Heb jij zelf wel eens gevoetbald of niet? Echt? Toen ik echt jong was? Echt misschien voor een jaartje of zo. En toen was het gelijk alweer klaar. Ik ben er gewoon niet goed in. Dus dat is eigenlijk gewoon de hele reden. Maar hoe vind jij dan bijvoorbeeld dat nu al die wedstrijden worden afgelast? Ik hoorde volgens mij ook dat het WK en EK, of het EK of het WK wordt ook afgelast. Ja, klopt. Maar wat vind jij daar nou van? Want echt alles ligt nu stil daar, hè? Ja, wat vind ik daarvan? Kijk, er zijn natuurlijk nog genoeg andere dingen die je op televisie kan kijken, dat wel. Maar het is wel een... Ja, het was wel iets waar ik wel ieder weekend een beetje naar ging kijken, ja. Dus ja, je mist wel iets op een zondag of zaterdagavond. Dat is ook nu niet meer op de buis natuurlijk. Dat is ook nee, inderdaad. Ja. Dus, maar ja, ik kan mijn Netflix goed thuis vinden, dus... Het zit helemaal vol met natuurlijk video's, dus dat is... Absoluut. Yes. Oké, we gaan gelijk overschakelen. Ik had net mogelijk een foutje gemaakt, zodat we gingen video bellen met Gijs. Maar dat is niet zo, we gaan naar een video kijken van Gijs. Dus we gaan gelijk door. Hallo beeldbrengers, mijn naam is Gijs Daad. Ik voetbal bij NEC onder 15. Dit is mijn eerste jaar. Mijn positie is linksback of linkscentraal. Zoals jullie weten speelt er nu allemaal corona, waardoor we niet mogen trainen, niet mogen voetballen. En waardoor de competities zijn platgelegd. En dat vind ik heel jammer, want we kunnen daardoor niet meer voetballen. Daardoor hebben we wel krijgen we een oefening, een trainingsschema mee. En ik doe voor mezelf nog allemaal krachtdingetjes. En mijn droom is later om van voetbal mijn baan te maken. Dus geld mee te verdienen. Maar het allervetste lijkt me wel de Champions League, het WK. En gewoon een van de beste verdedigers van de wereld te worden. En daar blijven we ook hard voor werken. Nou, dit was mijn vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En doei beeldbrengers on air. Yes, dat was een leuke video. Vond ik echt een super toffe video. Ja, absoluut. Hoe zit dat met jou dan met sporten? Met mij met sporten? Ik doe op dit moment doe ik helemaal niks. Nee, ook niet? Nee. Je ziet natuurlijk dat heel veel mensen nu erop uitgaan. Mensen gaan hardlopen, mensen gaan ook wandelen. Maar ook gewoon, bijvoorbeeld als je bij de Goffert komt, zie je overal mensen sporten. Doe je daar niet aan? Ik heb gesport en met deze periode, wat ik dus al zeg, ik doe op dit moment eigenlijk helemaal niks. Ja. Puur ook gewoon door mijn werk, omdat ik eigenlijk weinig tijd heb om dingen te gaan doen. Ja. Dus dat is toch wel de voornamelijkste reden.
Ik denk ook wel dat we mensen kunnen adviseren om het thuis te doen en niet naar het park toe te gaan. Vanwege de boetes natuurlijk die je ervoor kan krijgen. Ja, zeker. Want wat ik heb vernomen, zijn er al wel veel boetes uitgedeeld. Hoe zit dat? Heb jij dat ook al gemerkt of hoe zit dat? Mijn broertje heeft toevallig een boete gehad. Dus geen anderhalve meter afstand. En dat zijn geen leuke boetes. Zijn geen lachertjes, hè? Ja. Hoe duur was die boete als vraag? Dat is €400. Dat is ook echt al gelijk, ze gaan niet ophogen of zo. Het is gelijk €400. Als het goed is, is het €400 meteen, ja. Tenminste, voor mijn broertje was het €400. Alleen maar als je geen anderhalve meter afstand houdt. En samenscholing, hè. Maar we worden ervoor gewaarschuwd. Dus over het algemeen, het is heel lullig, maar het is terecht. Laat ik het zo zeggen. Ja, eigenlijk is het al terecht. Maar ik vind ook wel dat mensen zich meer moeten gaan beseffen dat ze zich eraan moeten gaan houden. Maar ik denk dat dat wel steeds meer komt. Nu zie je ook wel echt dat het echt leger wordt overal. Maar aan het begin merkte ik wel dat dat echt slecht ging, zeg maar, met mensen. Dat ze beseften nog niet dat het zo heftig was, denk ik. Ja, ik denk dat het vooral ook bij de jongeren ligt. De jongeren die, in het begin is er nogal vaak gezegd dat de jongeren daar niet zo heel erg vatbaar voor waren. Om daar echt aan te overlijden. Maar dan denk ook aan de mensen om je heen. Bijvoorbeeld precies. Ouderen die je ermee kan besmetten, want die zijn daar wel heel erg vatbaar voor. En zoals je ziet, ik draag handschoenen, ik draag ze ook gewoon dagelijks in mijn privé-tijd. Ja. Dus veiligheid ben ik zeker voor deze periode. Ja, wij hebben het met mijn opa en oma eigenlijk dat het gewoon, we mogen daar eigenlijk gewoon niet heen. Dat is eigenlijk gewoon het ding, we gaan daar ook niet heen, we gaan niet dat risico gewoon riskeren. Verstandig. Precies. In ieder geval, dat was leuk. We gaan nu gelijk overschakelen naar een nieuwe coronavlog van Quinten. Hoi allemaal. Ik kwam er net achter dat ik zowel gisteren als vandaag gewoon niet het huis uit ben geweest. Ik ben alleen op het balkon geweest en dat is natuurlijk supergoed, maar ik vond het wel heel raar. Want ja, wanneer heb ik dat nou voor het laatst gedaan? Ik denk echt een jaar geleden. Ik ga eigenlijk elke dag wel even eruit, al is het om boodschappen te doen. Maar vandaag en gisteren dus helemaal niet. Ik ben wel echt weer productief geweest, dus ik denk dat ik gewend ben aan het thuis zitten. Dus dat is wel heel erg fijn. En vandaag hebben we met de huisgenoten lekker een clean-up session gehad. We hebben het hele balkon schoongemaakt, dingen opgeruimd. Ik zei het laatst ook al, alles wat je heel lang uitschuift ga je nu ineens doen. Dus dat was heel erg fijn. En verder gewerkt, weer geskyped. Een werkoverlegje. Nee, niet voor werk, maar voor school. Dus het was echt een fijne dag en ook zo mooi weer. Wel iets te mooi weer, want ik moest me alweer insmeren. Ik kan de zon nog niet aan. Ik heb het huis verlaten en ik ben nu bij mijn ouders. Die zijn ook allemaal thuis. En toen trof ik dit aan. Hoi. Hey. Hoe voel jij je? Ja, ik ben echt houtak. Jouw tentamens gaan dus niet door? Nee, ik heb mijn eindexamens. Oh ja, je eindexamens. Ik ben eigenlijk al geslaagd. Wel gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Baal je? Ja, wel een beetje. Alle leuke dingen die... Die maak je nu niet mee, die je eigenlijk wel moet meemaken. Ja, snap ik. Maar we gaan er het beste van maken. Ik heb nu heb ik een coronavakantie waar ik al niks in kan doen. Nee. En ik denk dat het nog wel even zo blijft. Maar ja, we gaan het er beste van maken. Dat was ook door hun georganiseerd. En dat was eigenlijk best wel leuk, moet ik zeggen. Dat was echt was super tof. Oké, want wat voor muziek? Het is hip-hop muziek, dat sowieso. Maar eigenlijk verschillende soorten hip-hop muziek door elkaar. Dus ik heb echt heel veel UK-rap gehoord, zeg maar. Ook heel veel Amerikaanse rap. Aan het einde hoorde ik ook Nederlandse rap voorbij komen. Dus eigenlijk gewoon alles een beetje door elkaar. Ja, daar moet ik zeker even naar kijken. Want, ja, toch? Ik ben ook wel van de hip-hop. Ja, luister even naar de hip-hop. Ja, zeker. Vooral Nederlands, Frans ook. Maar die groep waar je het over had, daar heb ik nog niet van gehoord, laat ik het zo zeggen. Nee? Ze zijn natuurlijk nog niet heel bekend, maar ik merk wel dat ze in Nijmegen sowieso al steeds groter worden. Een vriend van mij die maakt ook wel eens af en toe muziek met een van de boys van hun. En ze worden steeds groter en groter, want Merlijn was volgens mij, toen ik daar stond, was dat wel uitverkocht, denk ik.
Oké, dan doen ze het. Het was echt vol. Ik had het ook helemaal niet verwacht, want ik dacht van, nou ja, weet je, ze zijn lokale mensen, dus misschien hebben ze niet zoveel publiek. Maar ik wist ook helemaal niet waar ik kon verwachten trouwens hoor. Maar ik kwam daar en het was echt gelijk bomvol. Dus dat was heel vet. Ja. Ja, snap ik. Ja, ja. Ik heb er echt nog nooit van gehoord. Maar ja, zoals jij zegt, zijn ze flink bekend al. Dus, precies, ja. Ja, maar Franse rap, vertel daar eens meer over. Franse rap. Franse rap. Ja, ik weet niet. Het is. Ja, ik hou gewoon van de genre hip-hop eigenlijk. En dat is. In iedere taal vind ik het eigenlijk wel goed, om het zo maar te zeggen. Maar. Ja, mijn voorkeuren gaan wel echt uit naar Nederlandse, Franse, Amerikaanse rap natuurlijk. Ja. Maar is dat dan ook in Frankrijk, is dat ook op hetzelfde level groot bijvoorbeeld als in Nederland en Amerika? Ja, absoluut. Zeker. In Frankrijk kun je er ook heel bekend mee worden. En ja, weet je, tegenwoordig zie je heel veel Nederlandse hip-hop rappers zie je gewoon ook heel veel samenwerken met Fransen. Ja, precies. Of met Engelsen bijvoorbeeld. Dus. Ja, het neemt wel een beetje over, hè? Het is wel de genre van tegenwoordig. Ja, laatst hoorde ik ook voorbij komen dat heel veel mensen Duitse rap luisteren. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gehoord. Ja, klopt, ook wel eens naar geluisterd. Ja, en ik heb toen ook geluisterd en dacht ik ook van wow, het is eigenlijk best wel vet. Alleen door de taal ga je al gelijk een beetje anders denken, denk ik, of zo. Ja, ik heb wel een aantal nummers gehoord, maar... Ja, precies. Ja, ik vind het eigenlijk wel gewoon tof. Ja. Nou, we gaan in ieder geval gelijk overschakelen naar de volgende videocall. Ga ik weer mijn mooie afstandsbediening pakken als ik weet waar ik die kan vinden. Kijk, hier, ik heb hem al. We gaan overschakelen naar, als ik het goed uitspreek, Zafre Beats. En hij maakt heel veel beats voor Auxo Squad. En ik ga weer met mijn mooie afstandsbediening kijken. Zo. Gaan we live overschakelen? Gaat het lukken? Gaat dit goed komen? Kijk, nou. Yo. Hoor jij mij goed, of niet? Ja, zeker. Nou, topper. Ja, wij horen jou nog niet. Oh, we horen jou nog niet. Moeten we even opwachten? Nee? Ik heb hem. Ja? Kijk, top, we horen jou nu. Alright, oké, cool. Yes. Ik had het net al een beetje over jullie groep, Auxo Squad. Ik spreek het zo goed uit, hè? Ja, Aksu, gewoon Aksu. Aksu, kijk, precies. Laatst was ik toevallig op Forbidden Fruit met Silas. Die ken je denk ik ja, wel. Man. Ja, dat is mijn event, man. Dat heb ik georganiseerd. Ja, ik had dat toen al vernomen. Je hebt daar de hele avond ook lopen draaien en zo. Super tof zeker, trouwens. Ja. Was zeker. Echt een groot succes. Dat ja, thanks, wel. Man. Zeker, ja, thanks. Ja. En nou, hoe zijn jullie überhaupt begonnen met, zeg maar, de squad? Hoe is dat ooit ontstaan? Ja, dat is eigenlijk, ik ben er pas heel laat bijgekomen, dus daar heb ik eigenlijk niet heel veel over te zeggen. Want zeg maar, er was dus de originele Somu en Kenny en allemaal dansers en zo, zeg maar, dat waren de originele gasten daarvan. Die hebben het opgestart vorig jaar zomer, aan het begin van de zomer, zeg maar. En ja, daarna ben ik er ongeveer, denk ik nu een halfjaartje geleden bijgekomen ook. Mm-hmm. En vanaf daaruit ben ik met hun samen gaan werken eigenlijk. Maar qua opstarten weet ik niet zo heel veel van, zeg maar. Nee, oké. Het is ook denk ik wel een beetje ontstaan uit vriendengroepen en zo. Ik denk dat ja, dat... precies. Ja. Ja. Oké, ja, ik weet nog wel dat ik op dat feest was en ik zei dat net ook al. Ik zag heel veel verschillende soorten hiphop voorbij komen. Dus UK, gewoon Amerikaans, maar ook Nederlands bijvoorbeeld op het einde. Ja. Hoe omschrijven jullie, zeg maar, jullie muziek een beetje? Hoe kun je dat mooi omschrijven? Het is een... van Aksu bedoel je of van het Forbidden Fruit? Ja, gewoon van Aksu eigenlijk. Dus... Van Aksu, ja. Dat is, was ons doel altijd, zeg maar, om echt de oldschool sound terug te brengen, zeg maar. Naar Engelse hiphop, zeg maar. Echt die oldschool shit. Maar dat is uiteindelijk wel helemaal uitgegroeid, omdat er zoveel mensen bij kwamen die ook allemaal andere shit doen. Dus we hebben nu ook trap met die autotune trap, Travis type shit, zeg maar. Ja. Maar ook pop doen we ook. We hebben ook wat gastjes die pop doen. Ik doe ook soms wel eens pop een keer, zeg maar, dat soort dingen. Eigenlijk kun je het ook een beetje zien als een soort van klein label, waar gewoon artiesten hun shit kunnen maken. Ja, het is gewoon ook om jezelf te ontwikkelen. Ook niet alleen, zeg maar, alleen je eigen muziek, maar ook om samen te werken met andere artiesten die ook dus in dat label zitten, in die groep zitten. En gewoon voor de ontwikkeling, zeg maar. Ja. En gewoon samen ergens hoger opkomen. Ja, super tof. En bijvoorbeeld in deze coronatijd, hoe zit dat dan met jullie? Gaan jullie nog wel eens naar de studio of maken jullie vanuit thuis dingen?
Nou ja, nee, eigenlijk, ja, we hebben dus een vaste studio, de Beat Heaven Studio. Vooral checken. Ik werk daar ook, geef daar lessen. Als je lessen wil, kom gewoon checken, zeg maar. Goeie spreek. Maar zeg maar, wat het dus is, we zijn daar 2 keer per week, zeg maar. Mm. Alleen, dat zit nu helemaal dicht. Omdat de corona natuurlijk. Dus wat we doen is nu vooral ja, thuis dingen doen. Ik zit gewoon de hele dag in mijn home studio, gewoon daar beats te maken, zeg maar. Dus, ja. Ja. En hoe zit het dan bijvoorbeeld met shows? Like, ik denk dat jullie in deze tijd niet heel veel shows hebben, dat sowieso niet. Maar ja, hebben jullie in het algemeen wel al gewoon wat boekingen en zo gehad? Ja, met hun wel. Ja, nu hebben zeg maar van mezelf zijn eigenlijk, nou ik denk al een stuk of 15 boekingen nu afgelast. Waar ik helemaal gek om word, dus ik verdien ook helemaal niks meer. En omdat ik ook nog op school zit, krijg ik ook nog eens niet eens ZZP-regeling, zeg maar. Ja, precies. Dus dat is helemaal fucked up. Maar ja. Ja, met Axu hebben we al nu al wel wat bepaalde boekingen gehad die de meeste dingen wel echt al best wel een succes zijn geweest. Ja. Mm-hmm. Iedereen is super positief over. Dat ja, wel. Ja, ik merkte ook al zeg maar dat het ja, dat het gewoon heel hyped was. Dat merkte ja, heel erg bij het feest. En dat was heel mooi om te zien, want het is een hip-hop collectief uit Nijmegen. Maar je merkt wel dat ook echt de jongeren in Nijmegen het echt goed kennen. Dat ja, nee, iedereen zeker hoort het van elkaar. En ik heb het dan ook bijvoorbeeld van Silas meegekregen allemaal. En het is gewoon heel tof. Ja, Silas is ook een dope rapper, man. Check hem ook sowieso. Ja, zeker. Daar weet ik alles van. Ja, man. Hij komt ook wel eens bij mij. Super grappig. Ziek, ziek. Even kijken. We gaan zo meteen het nummer 4 Chords horen. Als ik het goed heb. Ja, het is een compilatie van 4 artiesten uit Axu, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan heb je mij, Somu, Khalil heet hij eigenlijk als artiest, Akuna, Ozo, ook een vriend van mij, en Purja. Purja heeft de documentaire in elkaar gezet. Hij kwam met het idee om 4 artiesten uit Axu dus zeg maar te combineren in 1 video. En daar alle nummers bij te zetten en een beetje de mening van wat hun doen en ja, wat muziek te maken. En de nummers die ze daarin uitvoeren, gaat dat echt over persoonlijke situaties van hun, of is het echt, like, je hebt altijd rappers die rappen over bitches en money en dat soort dingen. Ja, nee, dat is niet helemaal wat wij doen. Wij doen wel echte dingen, zeg maar. Het nummer wat ik heb erin staan is meer een soort van, er is een chick, maar het werkt niet helemaal. Maar je wil wel heel graag, maar het gaat niet gewoon, zeg maar. Nee, en precies, daar gaat het nummer wat niet. Ik heb geschreven, gaat daarover. Somu's nummer gaat gewoon over de struggle, volgens mij. En gewoon, ja, het is allemaal gewoon hip-hop. Het is gewoon merendeel hip-hop in ieder geval. Het is gewoon goede muziek, dat weten we nu al. Dat sowieso. Top, dankjewel. Ik ga nog even met Jordi nog even praten en dan gaan we zo meteen naar jullie mooie video kijken. Yes, sir. Thanks. Hi. Jordi, yes. Heb je alles een beetje meegekregen of viel dat mee? Ik hoorde het een beetje op ja? De grond. Ja, je hebt natuurlijk ook meer informatie gekregen over... wacht even hoor. Ik moet wel even natuurlijk even terugschakelen. Dat is wel zo makkelijk. Oh, verkeerde. Ja. Zijn we weer terug? Ja, we zijn... Ja. Kijk. Al de last van de apparatuur, hè? Precies. Ja, dat gaat allemaal nog verbeterd worden trouwens. Dat is wel... dat komt allemaal nog wel. Wat vond je ervan, dit interview? Wat vond ik ervan? Zoals ik al zei, ja, ik vind het sowieso interessant om eigenlijk van iedereen wel een beetje te zien hoe en wat deze coronatijd ja, mensen aan het doen zijn. Zoals jij ook al opmerkte, hebben jullie nog shows, dat soort dingen, ja. Dat zal minder shows zijn, het zal meer studiowerk zijn. 15 shows zijn gewoon afgelast, dat is echt... Ja, kijk, dat is het, ja. Ja, het zij zo. Ik denk dat sowieso alle artiesten daar nu wel last van hebben, wat over de hele wereld natuurlijk. Ja, zeker. En niet alleen artiesten, van alles. Ja, precies. Natuurlijk. Wat je nu bijvoorbeeld wel heel erg ziet, is dat heel veel DJ's doen nu livestreams op YouTube. Met bijvoorbeeld Slam doet dat heel veel, 538. Zie je gewoon dat DJ's gewoon het eigenlijk ook online willen doen, want die willen niet stoppen met hun baan. Dus ik denk dat wel goed is. Ja, ik denk dat rappers gewoon die vibe erin houden. Ik denk dat rappers en muziekmakers het echt van de streams op Spotify en YouTube en alles moeten hebben ja, tegenwoordig. Ik denk dat daar toch de inkomsten uitkomt. Ik heb ook al gehoord dat sommige rappers hebben al thuisconcerten gegeven, als het goed is. Frenna toevallig. Ja, dus, klopt. Ik had dat ook gezien met de boys van Chris Cross Amsterdam, volgens mij. Die hadden dat ook gedaan, maar dan via bijvoorbeeld 58 en... Ja, ik denk dat de beste oplossing is. Ik hoop wel echt dat er meer muziek gaat uitkomen.
Want ik merk heel erg dat de laatste tijd mijn muziek een beetje oud allemaal wordt. En dat ik het moeilijk vind om steeds nieuwe muziek, zeg maar, te vinden. Ja, precies. Ja, maar ja, we gaan in ieder geval nu kijken gelijk naar de hele mooie video van Auk Squad. My name is Akuna. My name is Khalil. My name is Zafri. My name is Puria. And these are the four chords. I know, move off, feel like Michael. Be alone, that's my idol. Got the money going in a spiral. Her ass around like a psycho. Money's begging like the iPhone. I'm a whole suicidal. 1-8, that is my call. 1-8. I like my company. Always hungry to test our rivals cross country. And run raps like Usain Bolt, like Usain Sun. If you lose one, then you take one. L to your forehead. I got four dead. Can I get some rest? I can sleep now. I can't even stress, I can keep down. Yes, was een super tof video. Ja, yes. Ja, je zag ook wel dat, ja, ik vind het mooier om te zien, zeg maar, als rappers iets meer gevoel in hun muziek leggen. Wat ik net al zei in het interview, je ziet heel vaak dat rappers heel erg afgaan op geld, bitches, money. Wat natuurlijk ook wel veel views brengt. Dat is logisch. Als je een vrouw in je clip doet, dan... Het commerciële gebeuren, hè? Precies, ja. Maar ik vind het toch altijd wel mooi dat best wel een grote groep rappers dat eigenlijk nog wel gewoon goed doen. Dus echt hun gevoel in muziek leggen. En ja. Ja, wat ik het mooiste vind is dat iemand gewoon een passie heeft en daar achteraan gaat. Mensen hebben een droom om bijvoorbeeld groot te worden met hip-hop. Ja. Ik zit zelf toevallig ook in de hip-hop, maak zelf ook muziek, schrijf teksten. Maar ja, het belangrijkste van alles, ongeacht wat voor tekst je rapt, vind ik gewoon de gedachte erachter. Dat iemand zich stort op iets, om iets te bereiken, om een doel te bereiken eigenlijk. Ja, dat vind ik het mooiste, precies. aan vooral amateurrappers, dus beginnende rappers, opkomende. Ja, ja, je ziet, ik zie sowieso al wel dat hip-hop heel erg vooruit is. Want je ziet bijvoorbeeld deze groep met jongens en die zijn al zo ver vooruit. Ze zijn heel klein, maar zij weten wel wat ze doen. Snap je? Dat zag je vroeger, toen het begin met hip-hop. Ik weet nog wel dat ik voor het eerst luisterde naar, even denken, wat had je allemaal? Space Case had je op een gegeven moment en die jeugd van tegenwoordig. En toen kwam Yellow Claw met Krokobil eraan en zo, weet je wel. En toen zag je wel dat het gewoon... Het was al wel heel hard en het was ook wel heel groot en zo, maar toch zag je wel bij rappers dat ze eigenlijk nog niet zo goed wisten wat ze nou eigenlijk aan het doen waren. Snap je dat ze... Ja, ze rapten gewoon. Weet je, Ronnie Flex, het was toen ook nog geen toekomst, denk ik. Ik denk dat daardoor komt. Tegenwoordig is er een toekomst als artiest. Dat ik denk dat je daar inderdaad wel deels gelijk in hebt, inderdaad. Maar ja, het is ook zo, weet je, het draait echt om de mensen. Als mensen het goed vinden, dan maak je gewoon een hitje. En dan precies. Ga je automatisch word je groter. En dat is met de groep waar we net mee gesproken hebben, is dat ook. Als mensen het horen, en dan het gaat als een lopend vuurtje gaat het dan eigenlijk. Snap je? Dus ja. Ja. Daar draait het eigenlijk om. Ja, precies. Jij ziet natuurlijk ook wel dat het deel van social media ook wel heel veel invloed heeft natuurlijk op rappers. Like toen het allemaal net begon, toen de jeugd tegenwoordig groot werd, toen zag je dat, ja, weet je, Instagram, Snapchat, je had dat allemaal nog niet. En YouTube was toen echt net een goed platform. En het gebeurde net allemaal. En ik denk dat nu makkelijker is om alles goed te kunnen delen. Te kunnen zeggen van, yo, ik heb nu een clip uitgebracht. Weet je, sommige rappers hebben een Instagram-account van over de miljoen volgers. En ja, weet je, dan deel je dat en dan weet je al sowieso dat je genoeg kijkers hebt op je video. Ja, dus ik denk dat het tegenwoordig gewoon allemaal wat meer is. Dus ja, je weet meer wat je doet. Social media is de key, hè? Dat, precies, daarom. Zeker. Even kijken, we gaan nu gelijk door naar een superleuk interview. We gaan naar Arnhem toe. Even iets anders doen. We gaan gelijk door naar Armin. Die doet de Stay at Home Challenge. Blijf. En ik ga vandaag een Stay Home Challenge doen. En ik ga 1 uur lang
niks doen. Ik ga geen tv kijken, ik ga niet op mijn telefoon zitten, geen muziek luisteren, niet eten, niet drinken. Ik ga helemaal niks doen, een uur lang. Ik ben benieuwd wat ik ervan ga vinden. Ik denk dat ik helemaal gek word, maar we gaan het zien. Het is nu 21:54 en om 22:54 is mijn uur voorbij. Jullie gaan nu de timelapse zien. De seconden zijn aangebroken. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ik zie jouw woorden. Ja. 3, 2. Een uur is afgelopen, dames en heren. Het was super lang, voor mijn gevoel. Ja, de laatste minuten waren wel zwaar. Ik weet niet, het was een beetje zoals ik verwacht had. Het was gewoon heel saai. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vinden en tot de volgende keer. Niks doen. Ja, nee, ik ben maar dat maakt niet uit. In. Ja, toch. Mag het type voor, of? Andere beeldbrengers zijn zo creatief om echt dingen te verzinnen, volgens mij. Om te gaan doen, lekker naar buiten gaan en zo. Ik chill nog wel met vrienden. Maar dat zijn maar echt wel echt een kleine groep met wie ik het ook wil. Want ik hoef niet met hele grote groepen te chillen. Maar wat ik eigenlijk in deze coronatijd vooral merk, is dat je loopt de supermarkt in en de maatregelen zijn zo dusdanig hoog. Dat iedereen ook een beetje anders is en zo. Ik kom wel eens in de supermarkt en ik ken daar ook gewoon mensen die daar werken. Dus dan zeg je, maak je wel eens een praatje mee. Of je zegt gewoon heel fijn hallo. Maar nu merk je dat die mensen dat steeds minder doen. Omdat ze zijn meer gefocust op zeg maar de maatregelen die ze hebben genomen. Je mag maar een maximaal aantal mensen hebben in je winkel. Okay. En met winkelkast natuurlijk vanwege volgens mij 1,5 meter afstand. Jij werkt volgens mij bij de BWC? Of bij de Coolblue. Kijk, sorry. Ja, dat zijn hetzelfde echt neer. Ja, ze zijn wel volgens mij wel een beetje tegenstanders van elkaar. Wij zijn beter natuurlijk. Dus nou ja, ik hoor ook niet zo heel veel meer over de BBC, dus dan is het wel goed. Of is het BBC? BCC. Oh, BCC. Ja, ja, ja. BBC is iets heel anders. Zeg maar gewoon de BBC uit Engeland. Ja, precies. Hoe merk je dat bij jou, bij Coolblue? Zijn daar ook maatregelen genomen, zeg? We hebben zeker ook maatregelen getroffen. En ik denk ook dat dat goed is. In iedere branche is dat goed om maatregelen te treffen. Om ook gewoon de verspreiding tegen te gaan. Nou ja, zoals ik dus al zei, ik werk bij Coolblue als bezorger. Uh-huh. Bij ons was het in het verleden zo dat als wij een wasmachine of een droger of wat dan ook, noem maar iets, koelkast kwamen brengen, brachten wij het gewoon bij die mensen naar binnen, gaven netjes een hand, een gesprekje en sloten we alles aan. Ja, meestal was dat service die erbij ja, meestal was dat twee hoog, dat is toch wel de standaard situatie bij ons. Precies, ja. Maar ja, tegenwoordig is dat ook al niet meer. Wij komen aan, wij zetten de producten op de drempel, wordt ook al netjes op de site aangegeven. En ja, ook die 1,5 meter afstand dus en geen handjes geven. Voor mij komt het heel onpersoonlijk over. Ik vind het best wel awkward om het zo maar te zeggen. Maar ja, zoals ik al zei, het is goed om maatregelen te treffen, want het gaat om de veiligheid van mensen. Mm-hmm. Ja, je merkt gewoon heel erg, ik zag laatst ook een video van dat de bezorger dan gewoon het pakketje op de stoep neerlegt, naar achter loopt en gewoon doe je echt. Ja, weet je, het is gewoon, het sociale leven is gewoon veel minder. Dat is gewoon zo, met alles denk ik wel. Ja, absoluut. Zoals Mark Rutte gisteren eigenlijk al zei, misschien moeten we gewoon even wennen aan het nieuwe normaal. Ik denk dat je er zo het beste doorheen komt en dan komt het vanzelf allemaal weer goed. Ik denk dat het ook meer is omdat ik had nooit echt gedacht dat het nieuwe normaal zou worden. Dat is het meer. Ik had gedacht, dit gaat misschien voor 4-5 weken duren en dan is het wel weer klaar. Maar dit gaat toch wel iets langer duren dan ik in mijn hoofd had. Dat denk ik ook. Ik denk dat het zo lang moet duren als dat het mogelijk is. Ja, dat het er is inderdaad. Zodat we er zo veilig mogelijk uitkomen eigenlijk. Ja, precies.
Ja, we gaan nu wel gelijk door. Wel naar het interview met Romy. En zij is zzp'er die zou gaan werken bij het Go Short Festival. En ik pak weer een mooie afstelling erbij. Deze keer wel goed. En ik ga gelijk overschakelen. Even kijken. Ik voel me net als thuis hier. Ik ga bijna Netflix kijken. Ja. Kunnen we daar niet naar overschakelen? Naar Netflix. Dat is ook leuk. Even kijken. Hebben we... Ja. Romy, hallo. Hoi. Kun jij mij verstaan? Ja, ik kan je horen. Top. Ik zie dat we een klein beetje vertraging hebben bij jou. En dat is bijna opgelost. Een soort van... Ja. Praat eens, Romy. Hallo. Kijk, nou hoor ik je perfect. Helemaal goed. Ah, fijn. Goed. Nou, Romy, jij zou gaan werken bij het Go Short Festival, hoorde ik. Ja, dat klopt. En wat zou je daar precies gaan doen? Ik werk bij Go Short als medewerker educatie. Eigenlijk veel met Teun gewerkt, die eerder al in de uitzending was. En we hebben eigenlijk samen de schoolprogramma's, de roostering daarvan opgezet voor tijdens Go Short. Dus ik heb er al voor gewerkt, we hebben al heel veel gedaan. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment gaat het festival niet door. Dus dan gaat je werk eigenlijk ook niet meer door. Ja. En op wat voor manier, zeg maar, is dat voor jou ook een probleem dat zo'n festival bijvoorbeeld wordt afgelast? Ja, het is, aan de ene kant is het een probleem omdat je gewoon heel erg baalt, want je werkt wel echt naar iets toe. Aan de andere kant is het natuurlijk ook logistiek gezien best wel lastig, omdat je wel rekent op die inkomsten die je daarbij gaat verdienen. Die je nu niet krijgt. Dus nee. Het is nu een beetje van, iedereen zit thuis, maar sommigen hebben nog wel een soort van uitzicht naar een baan of naar iets. En dat valt voor jou eigenlijk helemaal weg, omdat je zzp'er bent. Maar krijg je nog wel doorbetaald van de overheid of heb jij dat niet? Je kunt dus als zzp'er kun je zo'n aanvraag doen bij de gemeente, dat je zo'n soort overbruggingsregeling krijgt vanwege die coronacrisis. Duurt het wel... Zeker wel een maand voordat daar iets uitkomt. Of dat ze daadwerkelijk zeggen van, hier is geld wat je mag houden. Ja, precies. Dus het is voor nu gewoon een beetje op je spaarcenten teren. En hopen dat het snel weer allemaal weggaat. Ja, precies. Ja, is het dan ook dat, ik denk niet dat Go Short het enige festival is waar je op zou gaan werken deze vakantie? Of deze tijd, zeg maar? Voor nu wel. Ja, ik had ook natuurlijk nog niet heel veel verder gepland dan Go Short. Ah. Maar ik denk dat er wel meer festivals zijn die hier zwaar door getroffen worden. Ja. Überhaupt de hele culturele sector ligt een beetje Precies. Plat. Ja, niet alleen maar culturele sector, maar ook muzieksector bijvoorbeeld. Dat is ook een groot iets, denk ik, wat heel erg plat ligt. Ja. Even kijken, maar hoe kom jij dan nu de dagen door? Wat doe jij precies allemaal? Wat doe ik? Knutselen, een beetje rondjes fietsen. Ja, gewoon dingetjes. Ja, gewoon eigenlijk niet zo heel veel. Een beetje vacaturesites in de gaten houden. Uh-huh. Niet zo heel veel, nee, helaas niet. Nou, ik denk dat wel echt de helft van Nederland of misschien nog wel. Zou meer, wel willen, zelf... maar, oh. Maar het staat allemaal even. Ja, het is lastig. Nou, dankjewel Romy. We gaan gelijk door. Ja, jullie wel. Yes. Oké, succes. Yes, doei. Yes, we gaan gelijk door naar een volgende... Oh, we gaan niet gelijk door. Jordi, daar ben ik weer. Hoi. Zij heeft het natuurlijk ook getroffen. Jij ook, met BBC. BBC alweer. Coolblue. Wat voor Dori? Wat? Oh ja, kijk. Nou, het is af en toe nog een beetje lastig met switchen van allemaal kanalen en dit en dat en zus en zo ben ik nu weer goed. Kijk, ben ik nu weer helemaal kijk. Nou, even kijken. Jij hebt natuurlijk ook met Coolblue dat het inkomen is minder. Of nou ja, bij jou eigenlijk niet.
Nee, dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Ja, op zich valt het wel mee. Ik heb het juist alleen maar drukker tegenwoordig. Ja, ja. Heel veel koelkasten vooral. Dus, ja, is, ja dat, is dat nu heel erg bekend? Of? Ja, het hamsteren natuurlijk, hè. Dus ja, mensen die hebben opslagruimte nodig. En ja, wat kun je dat nou best vinden als bij Coolblue? Precies. Het is wel lekker reclame maken van je trouwens. Ja, zeker. Ja, 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 moet de baas even allemaal, sponsoren, allemaal mensen die opeens naar Coolblue toe. Nee, ja, ik hoorde ook laatst dat de importkosten van heel veel producten ook heel hoog zijn. Dus bijvoorbeeld van iPhones, vooral dingen die ook in China zijn gemaakt, dat daar minder levering van is, zoals bijvoorbeeld een iPhone of een laptop of misschien een koelkast. En merk je daar ook iets van dat de levering van bepaalde producten gewoon veel minder is? Nou ja, ik merk daar persoonlijk zelf niet zo heel veel van. Dat is natuurlijk gewoon de inkoopafdeling bij ons, die daar wel iets van meekrijgt. Allemaal heel groot. Kan me wel voorstellen natuurlijk met deze tijd dat het allemaal wat duurder wordt. Er wordt natuurlijk ook weer wat minder verkocht. Ik bedoel, qua telefoon zou het wel wat op een lager pitje liggen misschien. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets, hè. Ja, ik denk natuurlijk wel dat Coolblue is wel zo'n groot bedrijf die houdt. Die houdt zeker wel staan, dat ja, geloof ik best. En ja, met de maatregelen die we nu hebben, ik bedoel, we blijven doorgaan. En ja. Ook vooral veel thuiswerkende van de klantenservice bijvoorbeeld. Ja, dat zijn toch maatregelen waardoor je een bedrijf toch wel een beetje staande kan houden. En toch je verdiensten binnen kan halen. Ja. En waar ik dus mijn verveling eigenlijk mee tegen kan gaan. Ja, daarom. Oké, we gaan gelijk door. We gaan naar een nieuwe quarantainevlog van Mickey. Hoi, hi. Ja, ik ben wel blij met mijn nieuwe baan. Ik heb het gevoel dat het echt bij me past en ik vind het gewoon super leuk altijd. Ja, ik vind mijn baas best wel aantrekkelijk. Ik denk dat ik nog best wel een kans bij hem maak. Ik bedoel, we zouden echt goed bij elkaar passen. Ja, er was volgens mij wel één meisje, klein, donker haar, sletterig. Maar ja, als zij hem met één vinger aanraakt, dan is ze er wel geweest. No fucking way! Ah, ik weet niet of ik op het juiste adres ben. Ik ben op zoek naar Xavier en u bent... De schoonmaakster. De schoonmaakster? Je ziet er niet echt uit als een schoonmaakster. Jammer. Komt u maar binnen. Ik maak wel wat thee voor u. Xavier komt zo thuis. Oh my god. Ik weet wie deze bitch is. Dit is Amara. Ze heeft een duister verleden en heeft veel levenservaring opgelopen. Amara weet elk geheim van elk persoon die ze kent. Mij kent ze gelukkig niet. Ik ben veilig. Veel mensen durven haar niet direct in de ogen aan te kijken. Er wordt namelijk gezegd dat ze al je intenties en volledige geschiedenis in je ogen kan zien. Dus jij bent echt een schoonmaakster? Ja. Moet ik anders iets schoonmaken om het te bewijzen? Dom dat ik het vraag. Ik hoorde trouwens wel dat er andere bitches langs willen gaan bij Xavier. Als dat zo is, weet ik wel waar ik ga staan. Nou, niet bij Xavier in elk geval. Op het graf van die bitch. Ga anders maar lekker zitten. Ik haal de thee wel. Je hebt toch ook wel een voor hem gekocht? Anders krijgt hij er maar eentje. Ik stel je een vraag. Ah! 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 Ah!
Blijf geschokt kijken. Kijk nu elkaar even aan. Twee vrouwen die vechten op mijn jongen. Nou, heb jij dat wel eens gehad of niet? Of ze voor mij wel eens vechten? Ja. Ja, leuk dat je dat vraagt. Ik heb het nog nooit zelf gezien of meegemaakt. Nee? Maar en misschien achteraf, je weet nooit niet. Doden gevallen of zo in je huis of wat dan ook? Nee. Ja. Niet meegemaakt inderdaad. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ja, ik heb een heel massagraf in de achtertuin. Nee, grapje. Nee. Nee, ik heb het ook nog nooit echt meegemaakt. Maar ja. Maar Mickey, ik ken hem al een tijdje en ik merk heel erg dat hij maakt echt hele goede video's. Ik heb hem ooit voor het eerst op Instagram ben ik hem tegengekomen volgens mij met zijn fotografie. Toen deed hij nog heel veel foto's maken en dat was echt super vet. En nu ik dit dan zie, denk ik echt zo van ja, dat is echt wel tof dat hij dat zo kan maken. Ja. Dus even kijken. We gaan nu gelijk door en dat is echt een superleuk oproepje. Het is voor de Quarantaine Kookshow en er komt nu voor jullie een oproepje in beeld. Oh, kijk, dan zijn we weer. Het was een hele korte trailer. Heel snel, ja. Heel snel. Kook jij ook wel eens in deze coronatijd? Of ik heb het nog niet in deze coronatijd gedaan, moet ik zeggen. Nee, ik wil nog lekker bij mijn ouders, dus ik heb een moedertje. Oké, dat is een ander verhaal. Ja, natuurlijk heb ik wel eens gekookt, gewoon in het algemeen, dus ik denk wel allemaal wel, toch? Ja, maar ik denk wel dat je meer moet gaan opletten op wat je kookt en vooral ook hoe je dingen koopt. Want kijk, je kan natuurlijk wel een aanmerkproduct kopen, maar die zijn natuurlijk zo de schappen uit. Ja. Dus ik denk dat je ook meer moet gaan werken met houdbare producten die je gewoon in de kelder kan laten staan. En ja, ik let er in ieder geval wel op. En bij ons thuis letten we er ook wel echt goed op, zeg maar, wat we koken en of het niet al te duur is. En ze komen veel pizza's, veel scooters met pizza's erin langs ons huis. Heb jij dat ook al wel gedaan? Eten laten bezorgen en... Nee, ik heb het nog niet laten bezorgen. Ik heb wel, ze hebben wel nu dat afhalen gebeuren. Hè? Dat is ook een van die maatregelen tegen deze tijd. Dat was bij Snackbar bij ons in de buurt. Uh-huh. En toen heb ik gebeld en toen heb ik het later opgehaald. Dan moet je wel buiten wachten. Maar ja, precies. Ja, ja, dat bezorgen heb ik nog niet gedaan. Maar ja, zoals je al eerder opgemerkt had, heb ik al wel beelden gezien dat ze het voor het huis neerzetten. Afstand houden, maar er zelf uitpakken en dat soort dingen. Ja, dat moet ze daar ook doen, denk ik. Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat die het nu ook wel extra druk hebben, omdat ja, je kan ook nergens meer heen. Dus eigenlijk de enige manier is of af te halen of te laten bezorgen. Maar het afhalen zie je ook gewoon echt steeds minder. Dus ja, dat is denk ik ook gewoon heel lastig. Ja, precies. Ik denk dat mensen ook dat sommige mensen ook misschien wel een beetje bang zijn om naar de supermarkt te gaan. Hè? Ja, ik denk dat de angst er sowieso altijd wel zal blijven. Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook wel dat na deze crisis heeft ook nog echt tijd nodig, zeg maar, om dat goed te kunnen doen. Dus ja. Maar over 1,5 meter gesproken, hoe hou jij je daaraan? Denk je er veel aan? Of als je op straat loopt, dat je iemand langs ziet lopen en als je denkt van, oh, dat was geen 1,5 meter.
ja, zelf moet ik wel zeggen dat ik, dat ik er wel zoveel mogelijk op probeer te letten. Dan moet ik wel zeggen, in sommige situaties is dat lastig. Ik zit natuurlijk ook op mijn werk dan bijvoorbeeld met een collega samen in de bus. Nou ja, hoe wil je daar 1,5 meter afstand houden? Maar ja, hoe wil je dan weer een wasmachine in eentje gaan leveren? Want precies, ondanks dat, dat we het ook niet, lastig, ja. Ja, ondanks dat we het dan weer niet helemaal op de plek hoeven te zetten en aan hoeven te sluiten. Die dingen zijn natuurlijk toch wel, daar zit natuurlijk toch wel een gewicht in. Ja, ja, wat ik heel erg merk is dat, ik denk er wel aan in mijn hoofd van... Als iemand te dicht bij me langs loopt van, oh, dat was geen 1,5 meter. Maar dan besef ik me pas als diegene langs is gelopen. Dus... Het is gewoon heel lastig voor mij om zeg maar de hele dag door te denken van, oh, ik moet 1,5 meter afstand houden, maar... Ja, maar ik denk dat het daar ook vooral aan ligt. Hè. Kijk, jij kan wel denken van, ik wil 1,5 meter afstand houden, maar de persoon die jou eigenlijk passeert, ja, misschien denkt die er wel helemaal niet aan. En ik denk dat het toch wel, ja, persoonlijk moet ik dan ook zeggen, ik vind dat toch... op de een of andere manier toch raar, omdat dat natuurlijk eerder nooit zo was, vind ik het toch raar om dan... Ja, zo eigenlijk een beetje zoiets, een beetje afstand van iemand te proberen te houden. Natuurlijk probeer ik dat wel te doen, maar ja, het is in je achterhoofd heb je toch zoiets zitten van, klopt niet helemaal. Ja, gewoon sociale contact is gewoon weg. Ja, nee, absoluut, zeker. Ja, ja, we gaan in ieder geval nu kijken naar een video van de gemeente Nijmegen en die hebben het daar ook over allemaal verteld. Yes, dat was leuk. Dat is ook wel goed dat de gemeente dat natuurlijk kan maken, zo'n video. Ja, ik heb dat volgens mij niet in elke gemeente gezien. Ook niet in Nederland. Ik weet er ook niet zo heel veel van af, maar ik vind het wel grappig dat ze dat zo mooi doen. Ja, natuurlijk. Maar ja, ze willen natuurlijk iedereen er bewust van maken. Dus, Ja, maar ik denk dat het bewust maken van mensen, dat wel meer gaat liggen op vlak in real life, zeg maar. Dus je hebt nu bijvoorbeeld dat Mark Rutte zo'n toespraak deed het geeft en hij blijft het ook wel zeggen. Maar ik denk dat als je echt overal bordjes ophangt van houd afstand en er ook echt misschien nog wel regels op gaat stellen. Want volgens mij zijn er nog geen echte regels voor het afstand houden van mensen. Ik weet niet of jij daar meer van weet, maar... Nou, volgens mij kunnen ze je daar wel voor bekeuren. Ja? Ja, zeker. Ja, zoals ik al zei, mijn broertje is ervoor bekeurd. Dus ja, nee, precies. Ja, oh ja. Ja, ja, ze houden daar wel echt rekening mee, hoor. Ja, misschien is dat dan meer een groepsverband of zo, dat als je in groepen langer bij elkaar zit, dat het dan anders is. Want ja, weet je, ik zeg heel eerlijk, 9 van de 10 keer heb ik me er volgens mij ook helemaal niet aan gehouden. Dat ik me kan herinneren. Dat het toch een beetje onbewust is. Ja, precies. Dat, als ik het niet besefte, dat ik er dan eigenlijk gewoon niet goed aan hield. Nee, daar ben ik het ook wel een beetje mee eens. Ik denk dat ik dat zelf ook wel, heb, ja. Daarom. Maar ja, zoals je al zegt, die borden en die toespraken. Ik denk dat dat toch goed is. Want dat toch een beetje een reminder is voor heel veel mensen om daar rekening mee te houden. Ja, precies. Ja. Nou, in ieder geval, we gaan nu kijken naar alweer de laatste video van vanavond. En dat is de quarantainevlog van Rebecca. Nou, mijn pakketjes zijn eerder aangekomen dan ik dacht dat ze er zijn. Ze zijn wel leuk, ze zijn ook gewoon echt op mijn verjaardag aangekomen. En ik ga ze nu unboxen. Ik ben echt benieuwd. Ik heb 4 paar schoenen besteld online. In een sale. En het mooiste, nou ja, stom tegelijk ook. De shipping is duurder dan mijn eerste paar schoenen. Ja, shipping is echt enorm duur altijd. Daar baal ik wel van. Zo. Oké. Eerste paar. Oké, ik kan, ja, dit is een spiegelboel, maar eens staat even en anders ik vond ze wel komisch. Fuck. En ik heb hier een gigantische doos nog. Met de rest van de schoenen. En daar is nog het ingepakt. Oh, nee. Zometeen nog even lekker thuis gaan halen. Ik heb helaas niet in mijn toets afgekeken met de tentamen.
Het was echt vet lang, mijn moeder vanochtend. Ja, daar waren ik al van. Ik had hem echt net niet afgekregen. Oh shit, het zijn een hele grote doos. Okay. Nummer 1. Oeh, vet. Deze was super fel gekleurd. Oeh, die is een heel fel gekleurd. Oeh, dit is heel blij. Oké, dit is één paar met een plateau en de binnenkant is groen. Oeh, ze zijn wel echt nog meer pastel velkleur dan ik had verwacht. Ze zouden zijn, maar wel sick. Kijk, hè. Oh shit, man. Ze hebben hem twee keer op. Oh my god. Ze hebben hem meegestuurd, maar ze hebben hem nog een keer. Ik heb gewoon twee paar van dezelfde. Ik heb gewoon nog een keer deze schoenen. Omdat ik kreeg in mijn mail alleen die paar schoenen zien. Ik had vier, ik heb er één los besteld. En daar stond deze. Deze stond er niet in. Dus ik dacht, hey, waar is mijn vierde paar? Oh, we gaan kijken bij de factory. Degene die dat doet en zo. En toen hebben ze dus deze nog los opgestuurd. Maar blijkbaar zat die wel in de doos. Maar was het gewoon niet geregistreerd. Dus nu heb ik gewoon twee paar. Dat ik maar betaald heb voor één. Oké. Okay. Dat is een leuke verrassing. Deze schoenen zijn glow in the dark. En echt een dikke plateauzool. Ik heb nu dus fijn open. Er zit ook een alien op de achterkant. Dat ziet er trouwens niet als achterkant. Dat had ik niet gezien van tevoren. En de laatste paar schoenen. Deze zijn echt super. Echt super fel. Ook een dikke plateauzool. Alien. Ah, fucking sick. Ja, ik denk dat ze wel echt zwaar lopen. Maar ik vind ze wel echt super cool. En ja, dit soort schoenen, dat vind je niet gewoon in Nederland. Ja, dat vind je niet zomaar in winkel. Dus ik heb het allemaal online besteld. Alleen, ja, online dingen bestellen is altijd zo duur. Maar ja, als je van aparte kleding en van aparte schoenen houdt, ja, dan moet je toch wel snel dingen online gaan kopen. En ja, ik ben wel echt vet blij met mijn paarse schoenen. Ik ben ook benieuwd hoe ze lopen. En vet leuk dat ik dus in één keer gewoon gratis een tweede paar schoenen erbij heb gekregen. Omdat ze een foutje hebben gemaakt. En ja, ik ben er blij mee. En verder ja, heb ik niet veel interessants te vertellen. Knip dit er maar lekker af, jongens. Succes. Een hele fijne mooie zomerdag voor de editors. Ik ga, I guess, soort van genieten van mijn verjaardag. Ja, ik kan niet echt iets doen. Maar heel veel luffies voor iedereen die dit iedere keer edit. Dank jullie. Vet leuk dat jullie deze video's maken. Heel veel succes, jongens. Yes, dankjewel Rebecca. En super mooie schoenen heb je trouwens. Echt hartstikke leuk. En Jordi, ik wil jou super erg bedanken voor mijn sidekick te zijn. Ja, graag gedaan. Ik vond het hartstikke gezellig. Dus dankjewel. En ik wil Romy, Teun, Zafgebied, ik wil iedereen die me heeft meegeholpen aan deze livestream super erg bedanken. En ja, dat was het dan. Hieronder in beeld staan alle leuke social media's van Beeldbrengers. En maandag zijn we er weer, tweede paasdag. Dus als je dan lekker niks te doen hebt, want volgens mij bij mij in ieder geval gaat het niet door, Pasen. Want alle familie is natuurlijk afgezegd. Nou ja, dan lijkt het me logisch dat je om 7 uur weer heerlijk gaat kijken naar deze livestream. Ja, absoluut. Dus ja, dan zie ik jullie allemaal weer volgende week. En dankjewel voor het kijken. Hoi!